ik wil op camera vastgelegd hebben. Ik denk dat het niet realistisch is wat ze nu van pas zijn. Go. Kom maar janken. De Ronde van Vlaanderen hebben we afgevinkt. Maar nu zijn we uitgedaagd voor een compleet nieuwe challenge. Het gaat vandaag echt lastig worden, jongen. Dus meer dan 2000 kilometer en 20.000 hoogtemeters. We zijn hier echt het minst klaar van wat je zou kunnen zijn. Kunnen we vanaf de start van de Giro d'Italia naar Nederland fietsen binnen de tijd dat het peloton nodig heeft om te finishen in Milaan? Wij starten dus als de eerste van de Giro start en wij finishen wanneer de eerste renner over de finish komt. Een strijd tegen het peloton, de tijd, de elementen en onszelf. Dit is Giro d'Italia. Woensdag zijn we vanuit Nederland vertrokken naar Italië en zijn we bij Livorno de boot opgestapt naar Sicilië toe. Hoe werkt zo'n ding? Ja, uitklappen. Oh nee, hè. Dit is niet de beste voorbereiding. Ik vond de Ronde van Vlaanderen eigenlijk al een krankzinnig idee, maar dit is misschien nog wel veel gekker. Uitzicht op zee? Jawel. Helemaal niet. Gast, ik ben echt net 1 seconde wakker, kan dit even niet op beeld. Dik, joh. Echt dik, hè? Gast, ik ben toch over... Ik heb even een laagje. Waarom ik kijk, joh. Ik heb even veel aangekomen sinds de Tour de France, hè, jij? Een halve kilo of zo. Als we in één keer goed rijden, dus zonder verkeer te rijden, dan gaan we ongeveer 2100 kilometer over doen. Met 20.000 hoogtemeters. Ja, dat is bijna net zo ver als ik überhaupt in mijn hele leven ooit heb gefietst. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat in 3 weken. Hij heeft in zijn leven... Hoe vaak heb jij 100 kilometer gefietst? 3 keer? 3, 4 keer. Hier. En nu verwacht je dat hij dat 21 dagen gaat doen. Ja, we gaan toch grenzen verleggen? Gast, hij verlegt al... Ik heb nog nooit 2 dagen achter elkaar dat gedaan. Ik vind jullie echt heel pessimistisch. Als je zo doorgaat, heb je maandag al grenzen verlegd. Start op Sicilië. Dat is de start van de Giro. En vervolgens moeten we natuurlijk daar al wat heuvels. Maar dan vervolgens moeten we ergens de pont pakken. Om in de laars uit te komen van Italië. Wat heuvels. Daar wel wat heuvels. En daar hebben we ongeveer, als de Giro peloton op normale snelheid fietst, ongeveer 90 uur voor. Nou, er zitten natuurlijk korte etappes bij van 150 kilometer. Daar doen ze ongeveer 3,5 uur over. Ja. Maar sommige zijn ook 6 uur. Hoeveel vertrouwen ik erin heb? Ik ben het niet mee eens. Ik wil op camera vastgelegd hebben dat ik denk dat het niet realistisch is wat we nu van pas hebben. Maar het begin is een beetje heuvelachtig. Ja, dat heb ik nu al 1000 keer gehoord van je, maar daarnaast zie je het er gewoon stukken tot 1000 meter hoogte met 20-25%. En dan moet je daar een beetje gemiddeld 25 moet je gemiddeld fietsen zonder pech, zonder stoplicht, zonder veerponten. Maar je gaat stilstaan, gaat een keer wat mis. Devin die weet ik veel, heeft een lekker band. Ik heb een lekker band, die heeft een lekker band. Er valt dus iemand. Bas, nog even een korte conclusie over de eerste indruk van Sicilië. Het eiland is niet vlak, hè? Niet vlak, hè? Ja, we zitten eigenlijk op 2 punten. Qua tijd en fysieke gesteldheid moet eigenlijk alles optimaal gaan. Ik kan me voorstellen dat veel mensen denken na de Ronde van Vlaanderen, dit is wat een eitje. Maar die mensen hebben niet gezien hoe de afgelopen 7 weken waren. Hey. Ik heb taart, als geen ijs. Santé. Een hele grote. Nou, zoals Wilbert al zei, conditie komt te voet en gaat te paard. Ik reed een rondje 80 kilometer, precies hetzelfde rondje dat ik altijd doe. Ik deed met 0,5 km/u gemiddeld langzamer dan mijn laatste ritje voor de Tour. Dus toen ik echt in topvorm was na de Ronde van Vlaanderen. Met een hartslag van 35 slagen hoger. Nou. Dat is 80 kilometer. We doen nu gemiddeld 120 per dag. 0 hoogtemeter zat erin. We moeten nu gemiddeld meer dan 1000 per dag. Na 19 uur op de boot te hebben gezeten, kwamen we aan in Palermo voor de Grande Partenza. Wat is er niet gezegd? Achter een bad boys. Ik heb 2 minuten van afgepakt. Het is toch wel Italiaans hier, hè? Ik dacht dat dat nooit gedaan werd op Sicilië. Afval opgehaald. Buongiorno, Tour de Titma. Vandaag start de Giro d'Italia met een tijdrit van 15 kilometer door Palermo. Kies alle 3 jullie renner uit met wie jullie tegelijk starten en finishen. Het slimste is dus een renner uit te kiezen die het langste over de tijdrit gaat doen. Want hoe langer hij erover doet, hoe langer wij mogen fietsen en afstand kunnen voortzetten. Ik heb de startlijst bekeken. Ik ga voor om 39 over 1. Ga ik beginnen met mijn Giro d'Italia met Etienne van Empel. Een renner met wie ik vroeger nog gekoerst heb en ik weet dat hij
sterkere capaciteit heeft dan tijdrijden. Hij heeft een nul voor klimmen, of voor tijdrijden. Ja, dat zou niet voor niks zijn, denk ik. Mijn keuze voor de tijdrit is Guus Sagiv. En ja, ik heb gehoord dat hij dat niet kan, dus ik heb er veel vertrouwen in. Jonathan Restrepo is de man die er vandaag heel lang over moet gaan doen. We staan hier bij de Grande Partenza van de Giro d'Italia. Vanaf hier gaat ons avontuur beginnen. En we hebben direct een lastige uitdaging. De eerste dagen van onze tocht hebben we direct tijdsdruk. Want we moeten namelijk de veerpont gaan halen om naar het vasteland te gaan komen. En dat is best wel een afstand. Ja, dat is een stukje. 250 kilometer. En ik ga beginnen met de tijdritje. Gelijk Italiaanse tv, duik erop hè. Gaat ons avontuur beginnen, want we gaan terugfietsen naar Nederland. En die mensen op de rij gaan nu denken, wat gaat die Bas zeggen? Wat zeggen ze nou allemaal? Ja. Hebben ze het over? Ze hebben geen idee, maar we zijn op Italiaanse tv. Ja. Maar ze weten niet dat Devin binnen een paar jaar hier in de Giro van gaat rijden. Grande Partenza, wat dat vinden ze mooi om te horen. En we gaan. Nog 3 minuten jongens. Dan begint ons avontuur. Ja. 2 minuten. Van Empel. 10 seconds. Go. Even zetje en we gaan. Fight, Bas, come on, hè. Goed bezig, Bas. Ah, lekker tredje hoor, dit er maar. Goed tijd hoor, lekker tempo. Wat is de gemiddelde, Bas? 37,5. Dat is wel netjes. Dat zijn de kilometers. Dat is echt hard nu. Ik fiets nu 55, elke kilometer die je nu erbij pakt, hoeven we morgen niet meer. Ja, dat is belangrijk, die hoeven wij niet meer te doen. Ja. We kunnen die pont al ruiken, jongen. Dit is een lekker begin. Het gaat weer wat harder. Stop maar. Stop maar, lekker gewerkt Bas. Keurig jongen. Van Empel is gefinished. Van Empel is binnen. Mijn tijdrit had ik uiteindelijk afgelegd met 39 km per uur gemiddeld en daar was ik heel tevreden over. Lekker man. Oh, wat een verkeer in de warmte man. Etienne was ietsjes minder blij dat ik hem had gekozen, maar achteraf bleek het een goede keuze te zijn. Het was zo warm dat zelfs de berm in de fik vloog. Als Jos goed start, hopen dat de brand is opgelost. Maar tot nu toe. Etappe 1 en een derde. Dus vanaf dat stukje gaat Jos straks beginnen aan het tweede deel van etappe 1. Moet wel even de brand onder zijn. Yo, man, ik ben bij je beste weg gaan. Ja. Mijn deel zit erop. Wij zijn daar gefinished bij die rookwolken. En daarom hebben we even 200 meter neutralisatie. Ik heb 13 kilometer erop zitten. Ja. Is nu jouw beurt, grote vriend. De tijdrit is natuurlijk direct iets waarvan je weet, je gaat alles geven. In een heel kort tijdsbestek. En je komt ook heel snel achter wat je vorm is. 2, 4, 3, 2. 1, vertrek. Nou, daar gaan we. Kom, en een auto. Ik denk dat hij best wel in vorm is. Hij doet alleen maar moeilijk. Maar die wind, man. Hier zie je, kijk. Alleen maar dit. Die wind, of die wegen, of dit of dat. En dan straks is hij er. Oh, moet je kijken, Devin. 35 op de teller. God, wat snel. Nou. Ja, het is echt heel moeilijk hoor, Jos. Echt heel veel tegenwind. Ja, en ik kwam er dus heel snel achter dat mijn vorm niet zo goed is. Als je hier op fietsvakantie bent, is best wel mooi om te fietsen, hè? Zeker. Ja. Niet met tijd.
met een hartslagje 200, ik weet niet hoeveel die ervan zit. Josse, vergeet vooral niet te genieten, het is heel mooi hier. Palermo, Sicilië. Doe even niet zo grappig, ik zit al heel grappig. Oh, een hond. Oh, dat ging net goed. Oh, bijna misgaan. Oh, bijna Giro hier ten einde. 6, 5, nog alles eruit, kom op. 3, kom op. 2, kom op hier. 1, en stop. Stop de tijd, stoppen. Hier links. Lekker Josse, klasse. Ik zat al heel lang op 207 of 208. Te lang. Hartslag? Ja, toen moest ik even terug naar 190, 195. Je hartslag zat over de 200? De hele tijd. De hele tijd. Dat is vrij pittig. Gaan ze begonnen met tegenwind en bergop, jongen. Ik heb er zin in. Janken, hoe denk jij dat Devin kan gaan rijden? Als hij de hele tijd omhoog moet, dat is gewoon opgaande lijn, dan als hij 31 gaat, is wel... Ik hoop echt 30 gemiddeld. Ja, het was mijn eerste tijdrit ooit, dus ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Devin heeft natuurlijk de minste fietsbasis van ons allemaal, dus voor hem is het natuurlijk weer eigenlijk op het laagste niveau beginnen. Dus voor mij was het wel spannend om te zien hoe hij het weer ging oppakken. Heel goed bezig, Devin. Hoeft nog niet te hard, hè? Nog niet te hard. Laat hier maar gewoon lekker lopen. Haal die politie in. Bumper kleven. 34 op de teller. Klasse, man. Je bent bijna boven. Dat is lekker voor morgen, dit, man. 40 seconden. 200 meter tot de top. Hey, niet morgen. Het is morgen. Stop. Stoppen hier. Stop. Hier rechts. Je ging hard omhoog, jongen. Hè? Dat klimmen ging hard. Ik moet jou heel erg bedanken voor het klimwerk, want ik hoefde het in het begin alleen maar naar beneden. Ik zat heel zuur in dat autootje. Ja, dat geloof ik. Ik dacht, Jos zit meteen schelden daar achterin. Elke meter die ik daar in, Jos, dom, die heb ik geklommen. Je hebt 34 gemiddeld gereden. Nee. Dat is wel lekker op de top. We kunnen morgen bij jou ontbijten hier. Daar kan ik jou voor bedanken, want ik hoef morgen nog 100 meter te klimmen, dan kan ik weer naar beneden, zie ik al. Buongiorno. Een goede morgen en we zijn onderweg naar etappe 2. Pak van culo. Waar Devin gisteren finish is met zijn tijdrit. En daar gaan we vandaag onze tocht, onze Giro di Tittima vervolgen. Ja, vandaag wordt de eerste echte test. Ja, dat vind ik het meest enge aan vandaag en eigenlijk aan de hele trip. Dat ik echt geen flauw idee heb hoe dit gaat voelen voor mezelf. En het is natuurlijk niet het makkelijkste parcours om te beginnen. Wij hebben vandaag een uur of 4. Zo lang gaat het Giro peloton vandaag ongeveer fietsen. En in die tijd moeten wij vandaag zo ver mogelijk richting die pont zien te komen. Ik heb er zin in. Oké. Top. Dat is niet wat hij tegen mij zei vanochtend. Top. Kun je hem meethouden? We kunnen deze Giro di Tittima niet met z'n drieën doen natuurlijk. Dus we hebben... Een extra Fries. Nog een Fries. Marlijn die is even de bidon aan het vullen. Met sportvoeding. Met sportvoeding. Dat is belangrijk. Belangrijke taak. Anders hou ik niet voor. Precies. We hebben nog een Belg meegenomen ook. We hebben weer een Belg meegenomen. Weer een Belg meegenomen. Weer zo'n lelijk accent. En... Ja, Antwerps accent. Dat schijnt nog lelijker te zijn. En wat doe jij precies? Ik ben de cameraman. Ik kom jullie avontuur zo filmen. Ah, top. En alles een beetje mee meemaken, hè? Nou, leuk. Welkom. Ja, dankjewel. Oké, Bas. Het is nog... Precies 1 minuut. Laatste minuut. Daar is de startlijn. 13 klimmetjes, zegt hij. Ik denk best veel. We hebben vandaag 4 uur om zo ver mogelijk te komen. En het is alleen maar die kant op. Alleen maar langs het water. Prachtig uitzichtje wel. Maar we moeten wel meters gaan maken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partenza. Go guys. Gaan we dan. Gaan we dan, jongen. We zijn begonnen. 2100 kilometer, hè, deze manier.
kilometer of 27 gemiddeld te rijden. Josse heeft de kop genomen. We rijden hier langs de kuststrook van Sicilië. En we moeten doorrijden, want de boot die moeten we gaan halen. En op dit tempo gaat het heel spannend worden. Ik denk dat we het dan net niet gaan halen. We mogen in ieder geval geen lek of pech gaan krijgen, want dan loopt het helemaal mis. Nou, de jongens die moeten weer pissen. Ik heb dat nog nooit gehad, maar deze die moeten dat wel. En plasbouw zijn niet erg goed voor het gemiddelde. Dat is gewoon letterlijk nul. Nou, daar gaan ze. Kom on, hè, snel. We gaan deze 3 weken nog wel leren om vanaf de fiets af te pissen. Lekker daar gewoon. En de tijd loopt en loopt en loopt. Gemiddelde, bam, weg. Jullie heeft het ook laatst in de fik gestaan, hè? Je ruikt het nog, joh. Je ruikt het nog. Ik zag ze de hele dag aan het barbecuen zijn. Ja. Deze is niet dicht. Nou, de komende bidonnetjes voor de mannen. En dan heb ik er nog eentje heel ver. Oh, ik had er nog één, denk ik. Hier. Het is geen Friesland. Brabant ziet er iets anders uit, ja. Zit wel zwaar, man. Dat is de knie. Ik tap 2 gaat nog niet van harte. Nog 132 kilometer. Hoeveel? 132. Dit is hem dan, deel 1 van Giro di Tietema. Wij rijden nu in volle vaart naar de pont toe. En het is nog een eind. Een heel eind. Een heel eind. Een heel eind. Dus wil jij nu al onze avonturen van deze reis volgen? Abonneer dan op Tour de Tietema. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao.